TBN Primeloot van zaterdag 3 juni 2017. Uw aandacht voor de headlines. Leiding 16 in zeer slechte staat. Bewoners smeken voor aanpak. Zachte lening voor slachtoffers rukwinden. Sonia Kasi, we hebben alles verloren. Vijfdaagse mijnbouwconferentie afgesloten. Verlies, hoge belastingen op salarissen leerkrachten niet vooraf bekend. Moord en zelfmoord Poseidonstraat, zelfmoord aan de Kwikstraat. En weer pakketten voor hulpbehoeftigen vanuit Sosafo. We staan hier te leiding 16. En de reden waarom we zijn gekomen naar leiding 16 is vanwege de aanhoudende klachten welke wij van buurtbewoners hebben gehad over de slechte staat waarin deze zandweg zich verkeert. We staan er bij een van de kraters in de weg, een van de gaten in de weg en u ziet het. Een heel diepe gat in de weg met een heleboel blubber. U ziet er een heleboel autosporen hier, bandensporen hier van auto's. Dat betekent dat er toch wel heel wat auto's hier overheen rijden. Verschrikkelijk om dit allemaal toch wel te moeten aangeven dat de mensen in zo'n slechte weg moeten rijden. Wat we wel begrijpen, of wat u wel verder ziet, is dat u wel een machine ziet staan. Er worden dus nu wel de kanalen hier, het kanaal hier wordt nu wel opgegraven, zodat het water toch wel vrijelijk kan stromen. Maar het probleem dat we hier hebben is toch wel de slechte staat waarin deze weg verkeert. We staan er nu met twee bewoners van de leiding 16. En zoals ik het reeds heb aangegeven, een heel erge situatie waaronder de mensen hier leven. Dat bedoel ik de weg. En u ziet het, een van de dames hier, die heeft zelf een laars moeten aantrekken om toch wel haar weg te banen hier in de weg. Goedemiddag, wat is uw naam? Mijn naam is mevrouw Pinas. Uw naam? En mevrouw Ramdas. Oké, mevrouw Ramdas en mevrouw Pinas. Ja. Hoe lang woont u in de weg, mevrouw Pinas? Ik woon al 3,5 jaar. En u? En ik 11 jaar al. Vertel ons over de weg. Zo. Toen ik hier kwam wonen, was het droge tijd, dus de weg was goed. Maar enkele maanden nadien was de weg zo slecht en het is voorin begonnen. Het ging kapot en hebben we een middag tot van 5 tot 11 in de regen geprobeerd om met zakken de weg te maken. Maar iedere keer zegt OW, ze komen en ze maken het, maar er gebeurt niets. Toch? En het probleem is, we hebben allemaal kinderen naar school moeten en ik heb kinderen op de middelbare school. Dat betekent dat ik 5:45 in het donker met mijn kinderen moet lopen naar voren. Eigenlijk om verder te gaan. De weg heeft deels straatverlichting of helemaal geen straatverlichting? Volgens mij 3 of 4 lampen maar werken. Ja. Toch? Dus we moeten met flashlight lopen. En dan hebben we hier last van labarias. Ja. Weet je? En dan moeten we zo lopen. En dus dan lopen we al en dan is de weg nog slecht. Dus het neemt ons een 15 tot 20 minuten om op de hoek te komen. Toch? En dan moet je nog rijden naar school. En als die kinderen op school komen, dan krijgen ze een standje. Of als je 2 of 3 keren vooral op de middelbare school, dan word je geschorst. Toch? Dus dit kan niet. Elke keer als het regent. Elke keer als het regent, wordt het slecht. En het is nooit slecht, ja. Als het regent, ben je zeker dat je auto niet naar voren kunnen gaan? Ja, dat wil ik vragen. Wat betekent dit? De auto's hier geparkeerd? Omdat we kunnen niet langs gaan. Kijk zelf, hoe moeten we langs gaan? Kijk. En niet hier alleen. U kunt naar achteren gaan en kijken. Niet hier alleen. Ja. U kan met ons meekomen en kijken. Kijk hoe erg het is. Die kleine twee jongens, is van mij. Ze moeten elke dag lopen tot de hoek. En als het een beetje laat is, gaat de schoolbus gewoon laten en weggaan. De schoolbus wil niet in de weg? Nee, helemaal niet. Ze komen niet. Dus dat het een dringend dat zou ik net vragen. Ja, taxis nee, komen ook niet in de weg. Niets. Dus we pinaren hier. Als jullie wel een taxi pakken, worden jullie voorin afgezet? Ja, op de hoek. Op de hoek. Niet hier in die weg. Op de hoek. Daar op de hoek waar ik u al eerder heb aangesproken. Mm-hmm. Dus als daar helemaal kapot zou gaan, zou u weten waar we ons auto moesten parkeren. Hoek. Dus een buurman heeft toen geholpen en er zijn stenen in dat gat gegooid.
toch? Maar hier hebben we ook gemaakt. We hebben het zo vaak gemaakt, maar ik weet het niet. Hier en daar ook. U kunt met ons verder lopen en kijken. Kijk, zo slecht is het. Kijk. Is al een maand, ja. Is al een maand dat we ons auto hier zo, gewoon zo op de straat parkeren. En dan heb je van kwaai ja, mensen, uh-huh. Als we 's morgens opstaan, zijn onze banden plat. Plat, uh-huh. Niet de dus ene niet, band alleen, vandaag van voren en morgen dan van achteren. Het uh-huh. Is dus niet omdat ze iets willen stelen of zo, maar uh-huh. Kwaai, ze halen lucht weg uit die banden. Ja, uh-huh. Ja gewoon jullie te pesten als het ware. Ja, toch? Uh-huh. Dus dat. Kijk, wij kunnen wel lopen, maar de kinderen. En vroeg 's morgens, half zeven moeten ze al op de hoek zijn. Om een schoolbus te gaan pakken. En dan schoolbus laat hun gewoon. En dan bellen ze ma, schoolbus heeft ons gelaten. Dan moet ik lopen vandaar. En mijn auto starten, die auto, witte auto daar. En dan moet ik mijn auto starten en die kinderen weer op school te gaan zetten. Zegt, is een vermoeiend, ja, ik zeg je. U woont er veel langer dan mevrouw Pinas in de ja, weg. Uh-huh. In die 11 jaren dat u ja, hier woont, de weg is altijd al zo slecht? Altijd zo slecht. Als het regent, verwacht je het al. Als het regent. Zo is ja, het altijd. Uh-huh. Zij is gekomen in de periode waar er geen, ja, geen stroom, geen water, niets hadden we. Zij moest baden met uh-huh. Kanaalwater. Ja, we gingen kanaalwater gebruiken. Maar intussen hebben jullie al water hier? Ja, we hebben stroom al, we hebben water al. Oh, de straat verlicht zelf, mijn god, wat moet ik je kijk, zeggen? De weg is uh-huh. Eigenlijk, kijk, staatsolie. Zie, zitten die palen van staatsolie? Ja, van staatsolie. Dus eigenlijk moet staatsolie helpen. Ja, toch? Want zij hebben gegraven, toch? Mm-hmm. Door deze. Maar zij doen ook niets. Ja. Kijk, al die gele palen. Ze maaien een beetje. Ze maaien een beetje, gaan ze weg. We zien er vandaag wel een graafmachine in de weg. Mm-hmm. Die bezig is de kanaal op te graven. Ja. Toch? Ja. Dat stellen jullie wel op prijs? Ja, maar kijk, kanaal opgraven is mooi. Want het water stroomt, toch? Ja. Maar al dat modder die ze weghalen. Mm-hmm. Als het regent, komt het op straat. Toch? En daardoor wordt het slechter. Wordt het slechter. Ja. Want kijk, we kunnen het niet maken. Als ik kijk, is het alleen... Kijk, als ik kijk, is het alleen klei. Toch? Het is alleen klei. Dus het is een probleem. Stel, je gaat met je auto daar zitten, kan je het niet eruit. Want klei maakt dat je dieper gaat. Hè? Dieper. Dus we zijn zo op elkaar afgericht. Haar man rijdt een busje. Dus ik mi fasi. Dan bel ik haar. Ja, dan moest hij gaan. Weet je, dan komt die man trekken. Of als het helemaal niet meer kan, is er een meneer achter met de tractor. En die komt dan de mensen helpen. Dus jullie moeten heel veel voorbereidingen treffen voordat jullie het huis vertrekken. Ja, en je hebt eigenlijk ook geen zin om uit huis te gaan. Ja. Je hebt geen zin om uit huis te gaan. Ik zag u zo net met een kruiwagen met spullen. Vertel daarover. Dat is zo, wanneer we ons inkopen moeten doen. Mm-hmm. Toch, ons kunnen we... Niet naar huis rijden. Dus worden alle inkopen in een kruiwagen geladen. En dan moeten we door deze smalle, op dit soort smalle houten paden naar huis. Ja, wij hebben planken zo gezet om te lopen. Ja, anders kon je hier niet lopen. Anders kon je hier niet lopen. Ja. Bijna zijn we op de aarde van die mensen daar. Kijk. En als je goed ziet, dan zie je dat we dan de berm ook kapot gaat. Zelf een bromfiets kan niet langs gaan. Ik zeg je. Zelf een bromfiets niet. Ja. Uh-huh. Wat is jouw naam? Mijn naam is Pranay, meneer. Ja, en jouw naam? Ishaan. En jullie gaan beide naar school. Ja. En jullie moeten elke dag hierin lopen. Ja, meneer. Ja? En jullie dragen je slippers of je schoenen? Slippers. Ja, en als je voorin bent, moet je je voeten gaan wassen. Ja, meneer. Hm? En vinden jullie het leuk dat jullie hierin zo moeten lopen en hier moeten leven zo? Nee, meneer. Hm? Zien jullie enig zicht wanneer dit gedaan wordt? Want we begrepen net van de heren die daar opgraven. Morgen wordt het aangepakt. Hebben jullie dat eens vaker gehoord? Morgen en morgen? We horen het al jaren. Voor een grader zelf moet je 1000 keren bellen naar biokantoor om een grader te sturen. Zo erg. Dan wacht je. En als het die dag als het regent, gaan ze grader voor je sturen. Uh-huh. Maak het van kwaad tot erger, toch? Kwaad tot erger. En ik zie dat er toch heel veel mensen wonen in de straat. Ja, er zijn veel mensen achterin. Okay. Je kunt naar achter ook gaan en kijken. Het is wel ver lopen, uh-huh. Maar want je gaat niet langs kunnen gaan. Het is wel ver lopen, maar er zijn veel mensen. Hier is nog goed, je kan daar gaan kijken. We hebben ook daar planken gezet om te lopen. Waarom dit een verbindingsweg? Nee, het is een doodlopende weg. Ja. Okay. We hebben maar één weg om op de hoogweg te komen. En dat is zo belachelijk. Ja, het is belachelijk. Bij u beginnende mevrouw Pinas, welke oproep doet u dan? Misschien horen ze u nu? Wel, we hebben vaker tot openbare werken
gesproken en ze hebben ons vaker beloofd dat ze het zullen aanpakken. Wat we horen is, we hebben even geen materiaal, we hebben even geen zand. Laatst heb ik gehoord via Bacadinatori dat ze hebben gezegd ze hebben 1000 kub zand die ze gaan gebruiken om straten te maken. En het is al volgens mij 2 weken en ik hoor die straten para worden gemaakt en al dat soort dingen. Wij bedelen al jaren en niemand komt naar hier. Weet je, er leven ook mensen hier, toch? Kinderen gaan ook naar school. Maar ja, kijk waar we zijn. Jullie voelen je in de steek gelaten? Ja, we voelen ons in de steek gelaten. Het lijkt alsof wanneer geen mensen wonen in leiding 16. Ja. En ik zie dat het toch wel... Leiding 16A is geasfalteerd. Als je kijkt, al die 16A, 17, 18, ze zijn allemaal geasfalteerd. Alleen leiding 16 en leiding 16A niet. Ja. Maar leiding 16A wordt wel gemaakt. Die wordt wel gemaakt, maar leiding 16 mensen zien ons niet, denk ik. En ik zie dat er toch veel aan landbouw wordt gedaan. Terwijl in de Iedereen hier is iedereen bijna... Doet een beetje. Ja, iedereen doet hier aan landbouw. Ja, dit zou dan toch wel... Ja. Zou het zijn voor eigen gebruik of voor de verkoop, maar elk huis, u kunt gaan kijken, elk huis doet aan landbouw. Maar ik neem aan, met deze brede trein zitten jullie wel niet onder water, hè? Het water stroomt wel vrijelijk. Nou... Nee. Bij haar is het een week onder water. Onder water, ja. Okay. Bij haar is het een week onder water. Welke oproep doet u? Hetzelfde wat zij heeft gezegd, want we werken samen hier in de buurt. We bedelen. Ik hoor van zand is gekomen of wat. Ik weet niet wat en wat, maar... Kijk, zij, niet. Zij heeft vaak gebeld. Zij heeft vaak gebeld, ja. Laat ze even komen. Zij weet alles en zij onderhandelt met ons. Ja, vertelt u. Ja. Goedendag. U bent een beetje verhit, zie ik. Ja, een beetje boos. Waarom? Ja, ik ben bezig. Niet een beetje boos, ik ben veel boos. Dus we leven hier op deze buurt eigenlijk. En ik praat namens alle buurtbewoners hier. Ik ben al lang hier, bijna 28 jaar ben ik al hier. En nooit bekommert de stad met ons. We moeten gaan bedelen, we moeten gaan mensen gaan vragen van ja, wat we kunnen doen over deze weg. Niemand bekommert om deze weg. En u ziet zelf wat de weg nu, wel wat voor weg wij hebben. Als er iemand in huis iets gebeurt, hoe kan een ambulance of iemand komen om verbeterenis voor ons te zoeken? Wij gaan gewoon dood in deze buurt hier. Wij stikken gewoon hier. En dat is alles. Jullie voelen je in de steek gelaten? Ja, en soms zeggen ze, ja, we klagen, iedereen klaagt. Ik klaag het meeste van de buurt hier. En dat vindt iedereen dat ik een bekende gezicht heb hier. En dat vind ik ook erg, dat de mensen vinden van, ja, mijn man is van de overheid en hij werkt in de overheid. Iedereen vindt dat ik moet de moeite maken. Ik ben niet alleen hier. En dan ben ik boos. En kijk, ik had ook een feest. Ik werd 45 jaar. Ik was tot de DC, tot de BO, tot de OW. Maar niemand heeft wat gedaan. Hè? Heeft u een feestje nog kunnen vieren dan? Nee, ook niet. Mensen kunnen niet eens komen. De weg is zo slecht. En er komen mensen die hier percelen hebben. Ik heb een verzoek aan hun. Met hoge auto's, met grote auto's hier. Ze rijden gewoon overheen. Maar ze bekomen er niet. Ze maken geen gleuf. Wij maken de gleuven hier. Buurtbewoners, wij burgers maken gleuven hier, hè? Wij maken gleuven hier en die hoge auto's komen maken die gleuven dicht. Nooit komen ze met een schop eroverheen om even een gleuf open te maken dat die water eruit kan gaan. Welke oproep doet u aan het commissariaat dan? Ik roep de commissariaat even op dat hun ook de regels moeten treffen aan de mensen die een perceel hier hebben. Bebost, ze komen hier, ze doen wat, ze rijden zand, ze rijden dit, ze rijden dat. En wij blijven hier in deze weg en zij doen niks. Zij komen, zij blijven op een mooie plek, geasfalteerde weg, netjes mooi. En ze hebben een perceel hier, afgelegen plek hier. Je woont er al 28 jaar en al 28 jaar is de weg zo. Ja, aldoor. Het was een hele boerenpassie hier toen ik hier ben komen wonen. Het was een boerenpassie, helemaal begrast. Geen licht, geen water hadden wij 20 jaar. Na 20 jaar heb ik licht kunnen krijgen hier. Ik ben gevochten naar de DC, naar dit, naar dat, naar SWM, naar EBS. Overal ben ik gegaan voor iedereen. Maar ik begrijp dat niet alle lampen aangaan. Nee, lampen gaan ook niet aan. Bermen zijn helemaal bebost, wij blijven hier. Kijk, mijn huis kan je niet eens van hier zien. He? Als iemand komt en iemand blijft in dit huisje schuilen en daar, en dan, wat gebeurt er? U weet wat er tegenwoordig nu gebeurt. Ja, maar dat is het toch, s'avonds, wanneer we in het donker naar huis moeten lopen. Mijn tienerdochter die van school komt s'avonds, dan moet je in het donker lopen. Als iemand in het bosgaasje staat, wat dan? Wij kunnen niet zien, kijk hier. Kijk, wij moeten lopen op de berm. Bermen bestaat ook niet, kijk.
Mensen rijden gewoon met hoge auto's. We hebben geen rekening met schoolkinderen. Hebben geen rekening met wij jongere vrouwen of zo. Iemand trekt ons gewoon naar binnen. Wij zijn verkracht of dit of dat. Dus de regering moet echt even nagaan om ons even een oogje te geven. Ik zeg van ja, ik moet niet bedelen. Want ze zeggen van ja, wij bedelen in deze weg. Hè? Wij hebben armoede, niemand kent. Ze zeggen ja, wij bekommeren niet om deze weg. Zelfs de BO ben ik, dinsdag ben ik daar gegaan. Hebben die mensen gezegd, ja, we hebben geen werknemers, arbeiders. Ja. En ze hebben met mij gezegd, ik zeg van neem ons dan. Ja, toch, wij zitten werkloos, neem ons. Wij kunnen ook lopen we hier met een schok, dan liever neem je ons toch, okay. Om te werken. Ja. Want elke dag zijn we bezig hier, elke dag. Jullie wij doen lopen, hun werk dus. Wij maken de gleuvel, wij doen alles. Wij hadden zelfs geld opgehaald. Wij hadden zelfs aan de buren geld opgehaald. Wij hebben de weg goed gemaakt, wij hebben alles gedaan. Wij krijgen misschien... Zand komt alleen maar voorin wordt alle zand op. Hier komt niemand. Een beetje zand, wat gaat met een beetje zand hier gebeuren? Kan een trucje zand hier komen en kan het goed... Nee, nooit. Moeten wij geld ophalen, moeten wij alles doen. En dan moeten wij wegmaken en mensen, rijke mensen die met hoge auto's komen. Nou, voor mijn verjaardag was de weg helemaal goed. Kan ik met zijn naam praten? Hij heeft geen hoofd, hij heeft geen verstand en zijn hoofd is een rijke man. Hij moet denken van, ja, die vrouw viert zijn verjaardag, hè. Zij maakt moeite in deze weg. Iedereen klaagt over haar, dat zij praat te veel. Maar ik praat niet veel, ik vraag voor iedereen in de weg. Niet alleen voor mij, voor iedereen. Voor iedereen praat ik hier. Huh? Dan denkt hij dat hij met 25 truckzand gaat rijden naar achteren in de regen. Ja. In de regen heeft hij gereden, nooit een truckzand hier gezet. Ik ging ook bouwen, ik ben gestopt met bouwen. Ik ging al mijn zand, alles ging ik. Toen ik zag een kleine gat, ging ik mijn zand erin zetten. En overheen te rijden, ik moet bouwen. Ik hou rekening met de buurtmensen van mij. En je vindt anderen houden geen rekening? Nee, anderen houden geen rekening. Kijk, ze rijden, ze hebben percelen, ze blijven niet hier. Meneer, die hun blijven ook niet hier. We blijven ook hier niet, maar ze hebben hun perceel, wij houden rekening. Oké, mensen leven, ze moeten eraan leven. Ze moeten wat doen, ze beplanten ze doen. Maar ze moeten ook rekening houden dat ze de gleuf moeten maken als wij het hebben gemaakt. En dan, dat het dicht is gegaan door de hoge sporen van hun, moeten ze ook een schop pakken en maken. Dat wij ook blij kunnen zijn. Niet als ze weg zijn, dan moeten wij een schop nemen en achterrennen. Op 22 mei van dit jaar zijn vele gezinnen getroffen geworden door zware rukwinden, welke toch wel voor heel veel schade hebben gezorgd aan woningen en andere zaken. Bij een van de families die we daags daarna zijn geweest, is de familie Sitla Persat hier aan de Tweede Rijweg. En we vonden het toch wel belangrijk om een update te geven hoe het nu gaat met de families. Jammer is om te zeggen dat we niemand hebben aangetroffen bij de familie Niamet. En ook hiernaast de familie Sitla Persat zijn de mensen niet thuis, maar aan het werk. Maar we troffen wel mevrouw Sitla Persat aan. En van haar willen we weten hoe het toch wel nu met de familie gaat. Zo, het gaat wel iets beter met ons. Want we hebben de daken van het huis hebben we kunnen vervangen met andere zinkplaten. En van de keuken daarboven hebben we ook kunnen vervangen met andere zinkplaten. Andere zinkplaten dus. En het gaat wel iets beter. Maar er zijn wel een heleboel plekken in het huis en in de keuken die nog lekken. Dus we kunnen niet zeggen dat we nu 100% zijn. Ik ben opgeroepen door de NCCR en die meneer daar zo heeft mij toen gezegd van, heeft gesproken met me en heeft gezegd van, we krijgen wel een lening van 15.000. Dat is tegen een percentage van 5%. En daarmee was ik dan heel blij. Ik heb die mensen toen gezegd van, het is een heel mooi iets om te beginnen. Dus we kunnen echt een begin aan meemaken. En we zijn ook geholpen door familieleden met geld. En anderen hebben ons ook beloofd om nog te geven. Dus we zijn toch tevreden met het hulp dat we krijgen. En verder, als ik... wat moet ik nog meer zeggen? Wat dat boom betreft heb ik zoveel keren gebeld naar Openbare Groen. Ik heb die mensen gevraagd om ons hulp te verlenen, maar
daar zie je dat ze niet eens komen kijken wat er is gebeurd. Dus dat vind ik wel heel erg. Want dus hiervoor heeft u wel eens vaker gebeld? Vaker gebeld. Naar wie heeft u gebeld? Openbare Groen. En ik ben dan verbonden naar een meneer die zelf met me heeft gesproken. En heeft gezegd van, hij gaat iemand sturen eerst om te kijken. Maar niet eens die persoon is geweest. En ik vind van, het is heel gevaarlijk voor ons. Want als ik bij mijn familieleden wil gaan, dan en dan staat die boom, die tak die gevallen is. Het is midden in de weg die is gevallen. En hoe ga je daar langs dan willen lopen? Je moet een hele durf hebben om daaronder te lopen. En ik kan mijn kippen en mijn doksen, wat ik hier in die ren heb, kan ik ze ook geen eten gaan geven. Want dadelijk valt dat hele boom met dak en alles op mij. Wat gaat er dan met mij gebeuren? Hoe geeft u ze dan voer en water? En dat heb ik overgelaten aan mijn man. Dus ik ben heel erg bang van, nou, hoe moet ik dan die deur openmaken? En als het plotseling begint te waaien, dan kan die tak met die dak op mij vallen. Ja, wij vinden het ook maar vreemd hoor, eerlijk gezegd, mevrouw Gaitri, dat we nu bijkans 2 weken verder zijn en dat niemand eens langs is gekomen om dit voor jullie weg te halen. Ja. Terwijl dit niet door jullie toedoen is gebeurd, maar door natuur. Ja. En in feite zouden jullie hiervan ook geholpen geworden moeten zijn. Maar we merken, en ook nog merken we dat het op leunt tegen het huis van de buurman. Dus in feite zou dit door hun weggehaald moeten zijn. Want jullie hebben toch verschillende instanties hier gehad? Jawel, van de OW, van de NCCR. Dus op dat moment, toen ik de eerste keer ben geweest, kende ik die mensen niet eens. Dus nu pas weet ik wie allemaal hier zijn verschenen. En de mensen van NCCR, de bestuursopzichter is geweest. En u bent geweest. En Openbaar Groen, het leek alsof ze niks van mij willen horen. Want als ik ze steeds blijf bellen, dat komt dan op mijn telefoonrekening. Mm-hmm. En dat is onmogelijk. We zitten al in zo'n noodgeval. En als ik telestuur straks meer dan 3 keer moet betalen, dan heeft dat ook geen dat ik ze steeds moet blijven bellen. Ja, ja. En jullie slapen ook nu veel rustiger dan die dag? Jawel, we slapen veel rustiger. Maar als het iets een beetje hard begint te waaien, dan krijgen we wel die vrees van, gaat het dan weer gebeuren of niet? Ja. We kijken wel dan buiten om te kijken van hoe hard het waait. Ja, ja. En de spullen die u binnen in uw huis een beetje nat en zo waren geworden, heeft u nu u na 2 weken een beetje geïnventariseerd hebt, zijn er zaken die u hebt verloren? Die bankstel ga ik sowieso buiten moeten halen. Maar het moet ook plaats hebben, want het heeft wel een vieze geur. En een van die matrassen die zijn ook beschadigd. Dus dat ga ik ook moeten weghalen. En verder, mijn klerenkast, mijn kaptafel. Dat alles ga ik even moeten schuiven naar plekken waar het echt niet lekt. Want er zijn wel 2 kamers waar we niet echt zien druppelen. Dus ik denk dat ik het dan daar moet opbergen. En als dat alles gebeurt, dan pas kunnen we kijken of we een goed begin van dat huis kunnen maken. Maar lekte het huis voor? Nee, voorheen niet. Nee, het is gebeurd vanaf die rukwinden zijn gekomen. Mm. Wat, is er ergens een gaatje ontstaan? Wat is de reden? Jullie weten dat niet? Die reden ken ik wel. Het is aan het huis, zei ik al, dat het niet in goede staat is. En als mijn zoon boven komt om te kijken op het dak, dan zegt hij van, er is niet eens een plek waar je een spijker kan slaan. Dus ze hebben die zinkplaten die weg waren gevlogen, hebben ze wel gespijkerd erop. Maar ze hebben meer moeten vastbinden met een bindraad. Want er is nergens een plek waar je kan spijkeren. Oh, okay. Dat hout is helemaal verrot. En wat ik ben op het idee gekomen van waar het niet lekt, kan ik mijn spullen schuiven naar die kant toe. Want volgens mij door het spijkeren op het dak zijn er dan meer gaatjes gaan ontstaan en het dak zelf is verrot. En wat denken jullie dan met die zachte lening te doen? Ik had er eens gesproken over een fundering, dus ik denk wel dat ik een begin daarmee eerst ga maken. Al gaat het een beetje lang duren, tenminste hebben we dan een begin gemaakt. En als we een begin maken van iets, komt er zeker ooit een einde eraan. Hoe oud is dit huis trouwens? Mijn schoonvader was al 80 jaar oud toen hij is overleden. Dus ik denk wel dat het iets van 60 jaar oud is. Ja, toch wel een aantal jaren. Ja, en ik was ook opgeroepen door Milo Kerklaan, dat was gisteren. En dat was een heel groot verrassing dat ik daar ben gegaan, de schoolkinderen van Milo Kerklaan.
En het personeel heeft mij een bijdrage gegeven van 2000 SRD. Ze hebben me gezegd van dat je, als je ooit een begin maakt, dat dit ook, dat dit ook erin kan besteden. En waarom die school speciaal? En mijn zoon zit daar op school. Oh, okay. En okay. Ik had erover ook gesproken dat hij zijn SO moest maken en zo. En ik kon maar niet doen. Dus de juf, toen ze dat heeft gehoord, waren alle kinderen geschrokken ervan. Van uit dat hele school is er maar één leerling die getroffen is door die rukwinden. Okay. Dus, en ik ben toch heel erg blij. Ik moet die school heel erg dankbaar zijn. Ik heb ze allemaal bedankt ook. En als mijn zoon maandag dinsdag naar school gaat, dan zal hij die kinderen ook bedanken. En zijn schooljuffs en de directie. Ja. Trouwens, hoe zit het met de buren? Want ze zijn niet thuis op dit moment. Maken ze het nu een beetje beter? Helemaal niet, want een van ze, die heb ik nooit gekend, wie ze zijn. En die vlak naast me blijft, het huis is helemaal onder water. En die jongen blijft bij een van zijn vrienden, die daar bleef. Ja, want hun huis is toch wel het zwaarst getroffen, hè? Van ja. Alle andere huizen in de buurt. Ja, dat klopt wel. Ja. Maar ik zelf, ik ben ook gaan kijken naar dat huis. En, alle bedden zijn nat en het ondergrond zit vol met water. Dus eigenlijk kan je in dat huis niet meer blijven. Nou goed, mevrouw Sitla-Persat, we zijn u dankbaar dat u ons weer te woord hebt willen staan. Maar willen we weer dit onder de aandacht brengen van Openbaar Groen of welke andere instantie dan ook. Dat jullie dit toch wel dienen aan te pakken. Want niet dat het is gaan verrotten en dat hij omver is gaan vallen. Maar dit is gewoon door natuurgeweld gebeurd. En de familie en mevrouw Sitla-Persat die zegt al dat ze verschillende malen heeft gebeld met Openbaar Groen. Maar er wordt maar niet gereageerd hierop. U ziet het, het leunt tegen twee zaken. Een kippenren, maar ook nog veel belangrijker, tegen de woning van de buurman. En we willen toch niet dat het erger wordt. Vandaar dat wij hier van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen naar het ministerie van Openbare Werken en of hun directoraat, Openbaar Groen, om er werk hiervan te maken, om dit toch wel weg te halen. We zien dat alle andere zaken ook nog zo is gebleven. De bomen die allemaal ontworteld zijn, die zijn ook allemaal zo gelaten. Ook die leunt tegen de schutting van de buren. En we merken dat er toch wel vrij weinig door de instanties is opgeruimd. Of schoon zij dezelfde dag en daags daarna ettelijke keren hier in de buurt zijn geweest. En ook nog bij de mensen zijn geweest. Je vraagt jezelf dus af waarvoor ze zijn gekomen wanneer deze zaken nog als een troep hier is achtergelaten. Vandaar nogmaals de oproep om deze zaken op te ruimen. We staan er nu bij de achterbuurman van mevrouw Sitla-Persat. En om privacyredenen wil deze meneer niet in beeld, dat is geen probleem. Maar hij wilde toch wel iets onder de aandacht brengen van de daartoe bevoegde instantie. Uw naam? Mijn naam is Ritesh. Ja, Ritesh, wat is het probleem? Ik wilde aangeven dat na die storm die boom ook een beetje ontworteld is. Het is niet helemaal gevallen op ons dak. Maar het staat wel een beetje los. Dus ik ben bang dat als er een volgende storm of harde wind komt, dat die hele boom op mijn huis kan vallen, waardoor mijn huis helemaal beschadigd kan raken. Dus ik zou de instantie toch nog willen vragen om die boom af te hakken, misschien tot de helft of drie kwart, zodat wij geen schade kunnen lijden als gevolg van die storm. Dus als dat zou plaatsvinden, zou het heel goed zijn. Ik heb ook persoonlijk naar Openbaar Groen gebeld. Ze hadden gezegd dat ze iemand zouden sturen, maar helaas tot heden nog niemand gezien. Dus ik vraag dat ze heel gauw werk van maken voordat er een tweede storm komt. Want de laatste dagen heeft het ook heel veel gewaaid. Dus we zijn een beetje bang dat het naar ons gaat omkantelen. Ja. Jullie huis is wel bespaard gebleven die dag? Mijn huis is wel bespaard gebleven. Er zijn geen zinkplaten weggewaaid of zo. Maar ik heb gemerkt dat het wel lekkages heeft op bepaalde plaatsen. En dat hadden jullie voorheen niet? Nee, dat hadden we voorheen niet. Okay. Dit is de eerste keer dat we lekkage hebben gehad. Ja. Dus de oproep is nogmaals de boom te laten omhakken. Jawel. Het hangt nu een beetje aan jullie kant. Het hangt nu een beetje aan ons kant en wij vrezen dat het naar ons kant helemaal kan vallen. Want zoals u ziet is het een beetje aan deze kant gebogen. Het is ook een reuze boom als ik het zo mag noemen. Ja, het is heel erg lang. Dus als ze het desnoods van drie kwart kunnen kappen of de helft, dan zou het een beetje goed zijn. Ja. Het zou beter zijn voor ons. Sonia Kasi, Harman Marco,
en zoon en ook nog de bejaarde moeder van mevrouw Kasi hebben alles kwijt bij een woningbrand aan de IJzerhartstraat. TBN Prime Alert bracht het interview met mevrouw Kasi reeds in de huiskamer, maar op veler verzoek wederom de herhaling van dit interview waarin mevrouw Kasi vertelt wat hun die dag is overkomen. Wij van TBN Prime Alert vragen ook aan de gemeenschap om deze familie bij te staan in deze voor hun moeilijke dagen, of dat nou financieel is of ook nog materieel. De nummers waarop u de familie kunt bereiken, dat krijgt u op uw beeldscherm, als ook het telefoonnummer van Trishul TBN Prime Alert, waarop personen die hun hart op de juiste plek hebben en de familie Kasi willen bijstaan, kunnen bellen. We voeren u naar het vraaggesprek met mevrouw Sonia Kasi. Zondag was ik op de markt. Die dag ben ik 3 uur opgestaan. Zie zondagmorgen. Want zondag 3 uur sta ik altijd op. Ga ik naar baden, alles maken om naar de markt te gaan voor een paar centjes. Hè. Want ik kan niets, mijn man kan ook niets meer doen. Zo gaan we met ons plantjes tweedehandse kleren om een centje te halen in huis voor een brood. Waar verkoopt u? Zondagmarkt. Okay. Elke zondag ben ik daar. Mm-hmm. En we zijn mooi gegaan. Maar die dag voelde ik me wel niet goed. Helemaal niet goed. Ik zei mijn man, vandaag wil mijn voeten niet van het bed gaan. Maar met Gods wil ben ik wel opgestaan. Mm-hmm. Zo zijn we naar de markt gegaan. Hij zei, hij voelt ook niet goed. Ik zei, oké, laten we gaan. We zijn naar de markt gegaan. Tegen 12 uur zei ik, ik voel me wel niet goed. Laten we eerder naar huis gaan. Hij zei, ik voel me ook niet goed, zoon. Kom, we willen liever gaan. Alles verpakt en zo, was het al bijna 1 uur, 2 uur zo. Zijn we thuis gekomen. Hebben we gezeten. Hebben gezegd, kijk, ik ga vandaag niet koken. We hebben die bakkeljauw van gisteren in cassave gemaakt. Gaan we dat eten? En mijn moeder had al wel rijst gemaakt. En ik zeg, dat eet mijn moeder met warme rijst, dat bakkeljauw met rijst. Ik ben altijd tevreden wat ik heb. En we hebben gegeten. Ik heb alles gewassen, gezet. Ben ik weer tv komen kijken. Heb ik mijn man gezegd, weet je wat, ik voel me niet goed. Ik ga een beetje liggen wat ik niet van houd. Ik ga een beetje in de kamer liggen. Hij zegt, ja, hij zit tv te kijken. Ik ben gaan liggen. Ben ik wel die dag in een slaap gevallen. Meneer Kutnes. Dus ik weet niet hoe laat het was. Iets schrikte me. En ik heb een geluid gehoord, maar ik weet niet wat het was. Maar ik dacht dat mijn man gevallen is. Want hij is een dialyse patiënt. En hij was die dag van tevoren gaan dialyseren. Daar heb ik gezegd, oh my God, oh my Jezus. Mijn man is gevallen. En ik, toen ik uit mijn kamer rende, dan zag ik vuur. Dus dat kwam uit mijn zoonkamer. Okay. Dan schreeuwde ik. Ik begon mijn moeder te roepen, mijn zoon en mijn man. Maar niemand gaf nog antwoord. Heb ik die deur van mijn moeder gestoten, maar ik zag mijn moeder niet meer. Dat begon mijn zoon te schillen, maar kom eruit. Er is brand in dat huis. En toen rustig, rustig mevrouw. We begrijpen u, mevrouw Sonia. Rustig. Ik
me goed kan herinneren, schreeuwde iedereen, laat me te buiten komen. Maar iets kwam op mij. Ik zeg, ik mag niet zware dingen optillen. Ik heb een operatie in mijn rug. Maar ik weet niet waar ik van de heren daarboven heb ik kracht gehad om die bom weg te halen. Okay. En zo'n vlam dat kwam, maar ik ben eruit met die bom naar buiten gegooid. Mijn bom. Ben ik weer, ik zeg, ik ga wat redden uit mijn kamer. Maar die kamer van mijn moeder had ook al brand, want ik ben in de laatste kamer. Okay. Ik zeg, nee, ik kan niets meer. Dan ben ik eruit gekomen. Ik zeg, ik ga van achterin nu rennen. Maar die vlam was zo groot in mijn zoonkamer en in mijn moederkamer al. Maar toch ben ik, maar, dus ik weet niet waarvan dit wond komt. Waar ik gebrand ben, ik heb niets gevoeld. Ben ik naar achter gegaan. En ik zag alles zo, maar daar is er een goot van ons wat water van het erf naar buiten brengt. Begon ik een kobat te nemen, gooi ik de. Maar je weet, het was een oude gebouw, het is een ouderlijke huis. Hè. En de zon was ook die dag zo fel. En het is zo snel gegaan, maar ik heb van niemand ook hulp gehad op die moment. Maar ik weet dat mijn voorzaal nog geen brand had toen ik naar buiten kwam. Okay. Maar ik was ook al in de war. Ik dacht, laat ik naar mijn kamer. Maar die moment dacht ik ook niet dat mijn kamer met hout ook die vensters en dingen zijn. Maar daarna wist ik niets meer van mezelf. Verder kan ik niets meer vertellen, ja. Meneer. Toen u bijkwam, waar was u? Ik was in Assen. Okay. Ik was in Assen dan. Dus verder weet ik niets meer. Ja. Maar hoe gaat het intussen? Waar was uw moeder? Mijn moeder, dus ik was nog binnen, dat schreeuwde mijn moeder. Nani is buiten, mama, kom jij eruit. Okay. Kom! Ik dacht, mijn moeder is al goed. Dus, maar is de Heere daarboven, de Allemachtige, wie ik bid, die hebben ons allemaal geholpen dat niets met ons is gebeurd. Dus Hij weet wat er die dag is gebeurd en wat niet is gebeurd. Ik kan u echt niet zeggen dat dit kan gebeurd zijn, dat kan gebeuren, maar ik ga niet zeggen wat is gebeurd, want ja. Hij alleen kan nu de weg wijzen wat is gebeurd. Ja. Hoe oud is uw moeder? Mijn moeder is 83 jaar oud. Okay. Ja, en waar is zij nu? Zij is mijn grootzus, maar ze huilt ook. Ze bellen me elke dag. Ik zeg, ja, er gaat weer een moment komen dat we weer bij elkaar zijn, want ze kan niet zonder mij. En ik kan ook niet zonder mijn moeder, want ze is mijn moeder. Ik heb altijd naar haar gekeken, sinds ik mijn verstand heb. Ik heb mijn man, we zijn niet getrouwd, maar jonge jaren heb ik al bijna 42 of 41 jaar heb ik met mijn man geliefd en met hem ben ik nog steeds. Okay. En ik heb mijn ouderlijke huis, ik woon erin, ik was altijd tevreden met alles, alles. Ik heb nooit iemand gevraagd, geef me dit, maar ik kreeg, omdat toen we jong waren, mijn man ging werken, kermis, misschien kent hij hem ook. Hij ging iedereen helpen, iedereen wat bij hem kwam. Ik heb zo'n nood, help me, direct. Daarom heeft hij niets van hem gemaakt. Hij ging mensen alleen helpen. Ik ook, ik ging altijd mensen. Dat huis, meneer, ik heb veel mensen onderdak gegeven. Ik zeg u eerlijk. Ik kan mijn buren vragen of ze uit mijn mond ooit een ongepaste term hebben gehoord daar. Nooit. Al mijn buren, ik heb altijd goed met hen allemaal geleefd. Mijn buren waren net als mijn moeder, vader ook. Ja. Hoe lang heeft u daar gewoond? Ik heb daar gewoond, het zal 40 jaar zijn. Want mijn zoon, ik heb geen kinderen. Vandaag denk ik, als ik kinderen had,
deze zoon heeft mijn man uit Twentse handen genomen die weg zouden gooien. Een baby weggooien. En hem heb ik als een kweeksel bij mij. En als mijn zoon heb ik hem gewaardeerd. En hij is altijd met ons gebleven. En naast de gascilinder, gasbom die u hebt kunnen weghalen, heeft u niets kunnen redden? Niets. Want het, u weet, het is een houten woning. Het is heel snel. Ik heb die stekkers van die kasten ook getrokken. Ja. Welke apparaten had u in de woning? Alles had ik. Okay. We hadden alles. Ja, we kregen van mensen ook. Misschien wilde iemand iets niet hebben. Zo nam ik het. Kleren nam ik van mensen op. Ik zei, het kan me alle 1 gulden in, verkoop ik het. Meneer, ik ben altijd een hosselige vrouw geweest, vraagt hij aan haar. Ik heb gehosseld, om mensen niet te vragen. Ja, en vandaag op de dag bent u alles kwijt. Vandaag ben ik alles kwijt dat ik moet vragen. Maar de Heere gaat me helpen. Hij weet wat hij doet, dat zeg ik ook. Maar ik weet dat hij, de Almachtige, gaat me helpen. Ja, als je met mensen goed hebt geleefd, gaan mensen ook naar je denken. Ja. En uw zoon, waar is hij ondergebracht? Hij is bij een, is niet een vriend, is net als een broer voor hem. Ze zijn samen opgegroeid. En vandaag heeft hij hem ontvangen. Ja. En u bent zelf nu bij een familielid? Ik ben bij mijn schoonzus, zijn dochterhuis. Hier is mijn schoonzus huis. Nu loont zij hier. Zij heeft me direct aangeboden. Tante, kom bij mij wonen. Ja. Als ik zie dat ze, hoe ze ziek is, dan heeft ze me aangeboden. Dat ik, maar ik ben ook door de families van me ook niet gelaten. Ja, elke dag komen ze. Ze brengen een en ander. Tante, je moet eten. Maar het lijkt dat het steen hier op me is. Dus ik weet niet. En de wond, u kunt zich niet heugen, maar het een erge brandwond? Ik weet niet. Oké. Okay. Dus ik ben... Nee, u hoeft niet weg te halen. Maar ik voel wel pijn in mijn hand, maar ik blijf het bewegen. Dus morgen moet ik weer naar de dokter gaan om het te behandelen. En u zei, uw man is dialysepatiënt. Hoe maakt hij het? Het gaat ook niet zo goed met hem, maar... God geeft hem kracht dat hij moet nu gaan. Ja, jullie hebben alle belangrijke documenten, alles kwijt. Papieren, kijk mijn man, omdat hij dialyseert, heeft hij zijn stukken altijd al in zijn portemonnee. Okay. En die dag, hij zei, hij weet ook niet hoe hij weg is gegaan. Hij was weggegaan. Anders zou misschien nog erger wat gebeuren. Maar ik ben God dankbaar dat ik niemand van me... familie is mijn gezin niet weg is gegaan of gebrand is. Dat ben ik de Heer heel dankbaar. Langzaam gaat alles terechtkomen, denk ik, met de Godsgeschap. En de woning daar, dat hebben jullie zelf gebouwd? Is mijn man zijn ouderlijke woning. Ja, meneer Krentenhuis. Ja, het is van de families, hè. Het is een boedel. Dus hij is de enige wat nu is. Maar u weet toch hoe het boedel is. Iedereen heeft rechten en zo. Ja, maar mijn familie zijn niet zo. Okay. Ja, we zijn altijd goed bij elkaar. Ja. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn er binnen 5 uren 3 verkeersdoden geregistreerd. 2 in Kommewijnen en 1 in het reisdistrict Nikeri. Bij het ongeval in Kommewijnen overleden een man en een vrouw ter plekke na een frontale botsing tussen 2 voertuigen op de Oost-West-verbinding ter hoogte van Tamansari. De aanrijding deed zich iets na middernacht voor.
Drie personen werden per ambulance naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo afgevoerd. Aan de Fredericiweg in Nikeri heeft zich vanochtend rond 5 uur een frontale botsing voorgedaan tussen een auto en een bromfiets. De bromfietser stierf ter plekke. De autobestuurder, die vermoedelijk dronken was, kwam met zijn voertuig op de rijhelft van de bromfietser met de aanrijding als gevolg. De man, die in het bezit is van een geldig rijbewijs, is afgevoerd ter ontnuchtering en voor geleiding. Met de dood van deze drie personen is de verkeersbarometer gestegen naar 29. Het ministerie van Handel en Industrie die heeft in de periode van 29 mei tot 2 juni 2017 samen met andere actoren de IGF Releases Mining Policy Framework Assessment Suriname workshop gehouden. Vandaag is de afsluiting geweest met daaraan aangesloten een certificaatuitreiking. Nou, het is een mondvol, maar het komt erop neer dat er de afgelopen 5 dagen toch weer is gesproken met verschillende actoren over onze mijnbouwsector, de voordelen, de nadelen, de opportunities, de threats. En dit is er allemaal samengevat in een rapport welke overhandigd is geworden aan directeur Dave Abeleven van het ministerie van NH. De pers die had er na afsluiting een vraaggesprek met de directeur die toch wel aangeeft waarom het van belang is geweest om deze 5-daagse workshop te organiseren. Nou, de Mining Policy Assessment, Framework Assessment, dat verricht is door de IGF. Dus in principe de afgelopen maanden heeft dat plaatsgevonden, eigenlijk meer in 2016. Het rapport is dus de afgelopen maanden afgerond, vandaag gepresenteerd. Het betekent in feite dat wat er is gebeurd is namelijk dat de IGF vanuit een vrij objectieve kant, vanuit een objectieve zijde, gekeken heeft naar ons totaal mijnbouwbeleid, onze wetgeving, onze structuren, onze instrumenten, instituten. En ze hebben dus in het rapport vastgelegd aan de hand van een aantal standaarden die internationaal vooral gangbaar zijn of gehanteerd worden voor wat betreft mijnbouwbeleid, wetgevingen en instituten, hebben ze dus dat eigenlijk daartegen afgezet. En hebben ze dus in het rapport vastgelegd wat allemaal, ze hebben dus een soort SWOT-analyse verricht, waarbij dus ze wat sterke punten hebben belicht, wat zwakke punten, wat anders zou moeten, wat de gaps zijn. En waar we zeker naar moeten kijken om zaken toch wel beter voor elkaar te krijgen. Oké, u praat over een rapport. Heeft er allemaal over gediscussieerd om tot een evaluatierapportage te komen? En wat gaat het ministerie dan met dit rapportage doen? Nou, om het rapport tot stand te brengen is dus een consultatieronde gevoerd door de IGF met een aantal belangrijke stakeholders. Zowel vanuit de bedrijven, maar ook binnen de overheidsinstanties. We denken bijvoorbeeld aan het Bauxietinstituut, we denken aan de GMD. De commissie die is ingesteld voor de mijnbouwwetgeving is er ook naar gekeken. Wat ze ook hebben gedaan is natuurlijk gekeken naar rapporten die al waren gepubliceerd door bijvoorbeeld de Wereldbank omtrent onze mijnbouwsector. En dat alles hebben ze bekeken, al die rapportages. En natuurlijk ook in het veld gekeken, gesproken met de mensen van de verschillende instanties. En ook met het ministerie natuurlijk, wat ons visie is, ons beleid is voor de komende jaren. En zo zijn ze tot het rapport gekomen. Nou, dit rapport is voor ons eigenlijk van groot belang, omdat dit rapport uiteraard aangeeft, zoals ik al eerder had gezegd, dat wij dus goed kunnen zien in vergelijking met wat er internationaal geldt, qua standaarden, wat zeker Suriname moet doen om qua wetgeving en instituten, regelgeving, wat wij allemaal moeten doen van onze kant om toch wel die standaarden ook te halen. En daarom zal dit rapport dan ook als belangrijke input dienen voor bijvoorbeeld de mijnbouwwetcommissie. De commissie dus die werkt aan de mijnbouwwet, maar ook de werkgroep die is ingesteld, die werkt aan het opzetten van het Delftstoffeninstituut. Dat zijn dus toch wel 2 belangrijke instrumenten.
de wetgeving, het Delfstoffeninstituut, zijn toch wel twee belangrijke onderdelen van ons mijnbouwbeleid waaraan wij moeten werken. En dus dit rapport is daar input voor. Kunt u ook ingaan op de bevindingen van het rapport? U sprak over sterke en zwakke punten. Ja, nou, er zijn een aantal zaken natuurlijk belicht in het rapport. Een van de concerns zijn natuurlijk het stukje van milieuwetgeving. In het rapport staat ook aangegeven dat wij daar zeker aandacht aan moeten geven. Het is ook in onze mijnbouwwet. Dat zeker als het gaat om bijvoorbeeld datgene wat we de afgelopen 5 dagen hebben gehad, als het gaat om mine closures, bijvoorbeeld dat toch ook wel goed in de wetgeving is vastgelegd. Dat is nog iets dat toch vrij zwak staat in de huidige wetgeving. Verder is er ook gekeken naar het stukje van transparantie. En wij hebben als ministerie dat al opgepakt. EITI, lidmaatschap van het EITI, is daar dus ook het bewijs van. Een stukje transparantie als het gaat bijvoorbeeld over concessies die zijn verleend. Aan wie zijn er concessies verleend? Wat is de grootte daarvan? Is het exploratie? Is het exploitatie? De duur daarvan? Nou, dat gaan we allemaal ook openbaar maken. Ik kan u aangeven dat zeker nog binnen tegen het eind van deze maand, juni, het verwachtbaar is dat we dat allemaal online hebben geplaatst en dat ook openbaar hebben gemaakt. Een ander punt dat ook van belang is, is natuurlijk hoe zit het met de inkomsten. De royalties is dus ook een van de zaken waar naar gekeken is en heeft ook al gemerkt dat in nauwe samenwerking met het ministerie van Financiën men deze week ook al is begonnen met het publiceren van cijfers met betrekking tot mijnbouwinkomsten die de overheid heeft genoten over een bepaalde perioden. Nou, dat zijn allemaal acties die niet op zichzelf staan. Het zijn allemaal gecoördineerde, strategische bevindingen, acties die zijn genoemd ook in het rapport en waaraan wij nu in de komende periode invulling aan zullen geven. Mine closure is het thema, zeg maar, van de week geweest. Maar we hebben kritisch gezien ook wat onduidelijkheden rondom de sluiting van de Suralco-operatie hier in Suriname. Is dat ook misschien ter sprake geweest en wat zijn adviezen eventueel van hoe we dat beter kunnen aanpakken? Ja, uiteraard zijn dat ook dingen geweest die bekeken zijn. Kijk, dat van de Suralco heeft natuurlijk te maken met het feit dat je dus gebonden bent aan een Brugge-Ponde overeenkomst die gesloten is in de jaren 50. Het is toen tot wet verheven, dus met andere woorden, alles wat dus nu moet gebeuren om de zaken richtig af te handelen, moet natuurlijk gebeuren in samenspraak met het parlement en natuurlijk ook met de regering. Feit is natuurlijk dat toen het werd gesloten, die overeenkomst werd overeengekomen met de Suralco, je uiteraard heel andere standaarden had. Je had een heel andere situatie, internationaal had je andere regelgeving. We zijn nu wat bijna 60 jaar verder, de zaken zijn veranderd. Dus ook daar is er naar gekeken en ook daarover wordt natuurlijk met Suralco over gesproken, over kijk. Er zijn natuurlijk bepaalde standaarden die nu gelden. En we hebben toch ook wel graag dat we volgens die standaarden werken. Ik moet eerlijk toegeven, het gaat niet altijd eenvoudig. Maar we're still on speaking terms. Dat geeft nog steeds wel hoop dat dat stukje ook wel goed moet komen. Lukt het meneer Abelief om met dit soort dingen in orde te maken? Want intussen, ze schroeven alles dicht. Mensen zijn al naar huis gestuurd. Zijn we niet een beetje laat? Je kan zeggen dat we eventueel laat zijn. Je kan het van alle kanten bekijken, maar feit is wel dat er nog steeds gesproken wordt. We zien wel een stukje bereidwilligheid, maar zoals het altijd ook wel toegaat wanneer je twee partijen hebt, waarvan dus de een gedurende een lange tijd gebruik heeft kunnen maken van jouw natuurlijke hulpbronnen en de andere partij die een beetje de ontvangende partij was voor wat betreft de inkomsten, maar ook is ingekomen met die natuurlijke hulpbronnen, dat je natuurlijk ook wel verschillende belangen hebt. En uiteraard, in deze fase ga je krijgen dat niet altijd alles in één keer goed zal gaan. Dat begrijpt u ook wel. Maar we zijn bezig en we hopen daar toch binnen afzienbare tijd meer informatie te kunnen verstrekken.
Volgens als BVL-voorzitter Wilgo van Lies bestaat er grote ontevredenheid onder de leerkrachten nadat zij hun salarisstrookjes in handen hebben gehad. De regering die heeft de herwaardering gegeven, maar er zijn zware belastinginhoudingen op deze salarissen. Dit heeft gezorgd voor teleurstelling en ook nog demotivatie, zegt van Lies. TBN Prime Alert vroeg aan de als BVL-voorzitter of dit niet vooraf bekend was, gelet op het feit dat zowel de als en BVL en de regering maandenlang aan de onderhandelingstafel hebben gezeten en dit niet vooraf door de regering was gepresenteerd. We voeren u naar als BVL-voorzitter Wilgo van Lies. Meneer van Lies, bij de onderhandelingen met de regering toen Is het dan niet duidelijk geweest wat allemaal de inhoudingen zouden zijn op de salarissen? Laat me dit ervan zeggen. Wij hebben die salarisreeks die de regering aan ons had gepresenteerd, hebben wij als goed onderhandelaar, ga je dat analyseren, je gaat berekeningen maken. En nogmaals, wat betalen ze aan, wat gaat eruit, wat wordt het bestedingsinkomen van die leerkracht? Want dat is voor ons belangrijk en dat is een belangrijk aspect in onze overeenkomst. Toen de leerkrachten die 300 SRD koopkrachtversterking hadden ontvangen, dat was dat te maken met het op peil houden van het bestedingsinkomen van de leerkracht. Maar wat er dus nu gebeurt, geen sprake van op peil houden van het bestedingsinkomen. Integendeel, nogmaals, door de hoge prijzen, door aanpassing van die brandstofprijs, zijn die, niet alleen de leerkrachten, die werknemers zijn armer geworden. Dus hoe ga je het op peil houden als de mensen steeds armer worden? En daar willen we echt een antwoord aan hebben. We willen echt dat de overheid met een duidelijk beleid komt, zodat inderdaad die leerkrachten iets overhouden van hun salaris. En daardoor een redelijk bestaan op na moet houden. Want het is eigenlijk te gek om waar te zijn. Dat kader, dat ontwikkelingskader, welke moet zorg dragen voor de ontwikkeling van deze samenleving. U kunt van alles bedenken. Onderwijs komt altijd aan te pas. En uitgerekend, deze groep moet er gestaakt worden. Allerlei dingen moeten eerst gedaan worden. Alvorens de regering tot het besef komt van, je moet deze groep van werkers koesteren. Anders ga je geen ontwikkeling krijgen. Want als je te doen hebt met gedemotiveerde, ontevreden werkers, dan is het duidelijk wat dan het resultaat zal zijn. Terwijl je juist alles en dan ook alles in het werk moet stellen om de mensen duidelijke, goede tools te geven. Een goede waardering, want dat is ook belangrijk. De mensen moeten surviven. En waardoor de drang om naar het buitenland te gaan of om uit te wijken naar het buitenland, dat het minder wordt. Toch, want nu, het enige wat we horen van onze mensen, van wij kijken uit naar andere jobs. En dat vind ik natuurlijk heel jammer. Het liefst wil ik al dat kader wat we zo broodnodig nodig hebben in dit land, dat ze niet naar het buitenland gaan. Maar dat ze hier blijven en samen met ons. Dus wij hebben gisteren tijdens die ontmoeting met onze werkers, shopstewards, hebben we dat ook besproken. We hebben gezegd van, we willen niet dat jullie weggaan. Maar voorzitter, als het op deze manier doorgaat, wat verwacht u? Want we hebben geen perspectieven. Wanneer zijn we in staat om aan basale voorzieningen te komen? Een huis. En dat is geen luxe. Iedereen werkt er naartoe. Moet ik voor eeuwig bij mijn ouders inwonen? Dat zijn de situaties die we meemaken. En weer dat deze mensen op een goede manier hun job kunnen doen, dan moet je voor die condities zorgen. In het Caribisch gebied waar we regelmatig, als u ziet, zeker bij een groot deel van die Caribische landen, eilanden, dat ze echt die onderwijsgevende op een andere manier, op een andere manier omgaan. Toch? Ze worden echt gefaciliteerd. Barbados is een van de landen. Sint Vincent en de Grenadines. Dat zijn landen die leerkrachten echt koesteren. En alles in het werk stellen. Zodat ze een goed bestaan kunnen hebben.
en zich volledig kunnen, hoe zeg je dat nou, kunnen inzetten ten behoeve van het kind. Bahamas. Ja, Bahamas is ook een van die landen. Maar wij zitten op, als groep, zitten we helemaal onderin. Samen met Haiti, Guyana, Jamaica. Helemaal onderin. Maar we hebben potentie. En ik denk dat de regering op een andere manier met het onderwijs moet omgaan. Maar als het niet goed schikt kan, dan zal het op een andere manier moeten gebeuren. Maar we weigeren om dit land op te geven. We weigeren om dat men op een dusdanige manier omgaat met ons onderwijs. Men ziet het belang van onderwijs niet in. En als het enigszins kan, in plaats dat ze juist de mensen koesteren, proberen ze allerlei dingen, de mensen, eigenlijk tegen te werken. We maken dat mee op de verschillende bureaus binnen het ministerie van Onderwijs. En daar moet echt nu een eind aan komen. Dus we zullen die samenleving daarmee confronteren. En we hopen echt dat we samen met die samenleving kunnen afdwingen dat de regering het onderwijs als prioriteitsgebied zal aanmerken. Waardoor ik denk, als we als prioriteit worden aangemerkt, dat het zeker beter zal gaan in ons onderwijs. Want dat is bepalend voor de verdere ontwikkeling van deze samenleving. Dat moeten wij als samenleving, zeker met de dragers van het onderwijs, moeten we naast elkaar staan en afdwingen dat het beter gaat in ons onderwijs. De forensische opsporing van het Korps Politie Suriname heeft vastgesteld dat Marcel Fongting Yu, 59 jaar oud, en de 62-jarige Ivy Hira Singh door het hoofd heeft geschoten en daarna zichzelf. Dit gebeurde op 24 mei aan de Poseidonstraat. De politie heeft ook sterk indicatie dat Shalana Chata, 18 jaar oud, in de woning aan de Kwikstraat zelfmoord moet hebben gepleegd. De politie moet het onderzoek hier nog afronden. Waarnemend hoofd van de forensische opsporing, Karel Sederboom, heeft aangegeven dat er geen sprake is van liquidatie aan de Poseidonstraat. Dit blijkt uit het sporenonderzoek en ook het tactisch onderzoek. Sederboom merkt op dat de familie altijd twijfelt als er geen afscheidsbrief wordt achtergelaten. De politie heeft naast sporen, technisch en tactisch onderzoek ook gebruik gemaakt van mededelingen op Facebook. Hierdoor heeft het eindresultaat wat langer op zich laten wachten. De harde schijf van de camera in de Kwikstraat is aangetroffen door de politie. Shalana heeft deze zelf op het vuilnisrek geplaatst. Uit camerabeelden, ook in de omgeving, blijkt dat niemand in de woning is geweest. Er zijn nog enkele zaken die vraagtekens oproepen. De politie zal nog met een definitieve eindconclusie komen, laat Sederboom optekenen. De politiefunctionaris geeft detail informatie over wat zich voltrokken heeft aan de Poseidonstraat. Ivy Hira Singh staat aan het stuur rechts. Er moet een woordenwisseling zijn ontstaan, waarna Fongting Jung de vrouw aan de linkerkant door het hoofd heeft geschoten. Er is een uitschot aan de rechterkant. Het projectiel is tegen het dak aangekomen en is in de bovenste deurspijl gaan vastzitten. Vervolgens heeft de schutter het wapen naar zichzelf gekeerd en heeft zichzelf van rechts uit in het hoofd geschoten. De uitschot is links. De kogel is door het linkerportier naar buiten terechtgekomen. Het wapen moet bij het verlenen van eerste hulp zijn verplaatst, waardoor mensen tot andere conclusies zijn gekomen. Voor 99,99% gaat het hier om moord en zelfmoord, concludeert de forensische opsporing. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal opnieuw sociale pakketten distribueren in juli. Minister Christine Pollak deelde in de Nationale Assemblée mee dat het gaat om 10.000 pakketten die tegen een zeer lage prijs zullen worden verkocht. De waarde van een pakket is meer dan 200 SRD.
Assembleelid Krishna Mathura van de VHP wilde weten of de geschenkpakketten voor SRD 50 verkocht zullen worden. Zij vroeg hoe deze gedistribueerd zullen worden, waar ze ingekocht zijn, wie in aanmerking komen voor een pakket en waar het betaald moet worden. We voeren u naar sociaalvoorminister Christine Polak. In de maand mei heb ik minimaal 2 brieven gestuurd naar de assemblee in verband met gestelde vragen door leden van uw geacht college. Ik ben elke keer weer verbaasd om te zien dat dezelfde vragen steeds weer aan de orde komen. Steeds wordt sociale zaken benaderd over vragen 016-60+. Deze groep personen met betrekking tot de basiszorgverzekering vallen niet onder sociale zaken. Daarvoor moet men zich wenden tot het ministerie van Binnenlandse Zaken. Sociale zaken handelt de groep af 17 tot en met 59 jaar. De mensen die niet zelf kunnen betalen voor hun verzekering. Ik hoop dat het duidelijk is en dat ik niet in de toekomst dan meer dezelfde vragen zal krijgen. Nee, ik bedoel... Minister, u moet niet reageren op dingen die buiten de microfoon zijn. Helemaal gelijk. Wat betreft de kwestie woningbouw heb ik onder andere in de brief van 16 mei jongstleden aangegeven wat de plannen zijn van de regering daaromtrent. En daarbij is ook uitgebreid ingegaan op het woningbouwprogramma van LISP 3. Ik denk dat ik daarover op dit moment niet in extenso op in hoef te gaan. Ter aanzien van de pakketten, aangezien de pakketten niet gedistribueerd zullen worden op verjaardagen van burgers, en ook niet door de kerst, staan de SOSA-net-pakketten bekend als sociale pakketten en niet als geschenkpakketten. Er is een aanbesteding gehouden waarbij na advertentie in de pers gegadigden hun inschrijvingsformulier konden ophalen en indienen, hetgeen ook is gebeurd. 2 importeurs hebben ingeschreven en het is dus ook aan hun gegund. De bedoeling is om rond eind juli te beginnen, wederom te beginnen met de pakketten. Sorry. En het gaat om ongeveer 10.000 voedselpakketten voor de meest hulpbehoevenden in de samenleving. Ondertussen is er een registratieformulier ontwikkeld waarmee de mensen zich kunnen gaan registreren bij wijkkantoren en ook bij de districtscommissariaten. Dinsdag dacht ik jongstleden, heb ik een ontmoeting gehad op het ministerie van regionale ontwikkeling, waarbij deze zaken besproken zijn met de diverse districtscommissarissen. De pakketten hebben een waarde van meer dan 200 SRD en zullen verkocht worden voor een sterk gereduceerd sociaal tarief.